Hey Bart, welk hier, hier en welkom bij mijn Mega Blender training serie video nummer 20. In deze gewoon even kijken video gaan we het hebben over die tabs van het Properties Panel. Die hebben wij aan de linkerkant van de User Interface gezet. Wat, weet je nog wat de Blender een klein beetje omgebouwd is? Bij ons staan ze aan de linkerkant een hoop tabbladen met ongelooflijk veel instellingen over van alles en nog wat. In deze video ga ik ze allemaal. Nee. In deze video ga ik niet al de instellingen vertellen. Wat ik wel ga vertellen, is waar elke tab ongeveer voor dient. Goed om even te weten, dus blijf kijken. Breng je tekening tot leven in Blender. Deze training is veel meer dan alleen deze video. Check my site voor veel, veel meer. Alle video's staan daar handig bij elkaar en download daar ook alle Blender-doelopdrachten. Maar ik heb nog meer voor jou. Ik heb ook een handig boekje gemaakt met een samenvatting, plus de gebruikte sneltoetsen en de doelopdracht voor elke video. Dus neem daar nou zeker een kijkje. Maar niet voordat je deze video helemaal hebt bekeken. En jij hier op YouTube op die abonneerknop en die bel hebt geklikt. En laat eens een leuke reactie achter. Ja, de Properties Panel. Een heleboel tabbladen eigenlijk. En vaak zijn het gewoon dezelfde. Maar het kan ook zijn dat ze veranderen. al gelang wat jij selecteert in je Blender Scène. En uh, deze, dit lijstje is best wel kort. We gaan gewoon een kijkje nemen. En wat heb ik hier? We hebben hier gewoon de 3D tekening de tekening van Chris en mijn 3D animatie en dit is nog even zonder alle beweging om het een beetje simpel te houden Nou, je snapt het idee Daar hebben we hebben het al vaker over gehad maar waar we het dus nog niet even over gehad hebben is dat properties panel en dat is dus uh, deze al deze tabbladen hier aan deze kant vind je een heleboel tabbladen. Zoals ik al zei, vaak zijn het dezelfde. Maar het kan ook veranderen. Al nog gelang wat je dus selecteert in jouw blenderbestand. En de eerste zijn de eigenschappen van je gereedschappen. Welke gereedschappen? Nou, de gereedschappen van je. T-menu, dat is deze. En dat is het menuetje wat je tevoren kent Als je op T drukt en hier kun je allerlei eigenschappen vinden, zoals Move, Rotate en Scale en zo. En die eigenschappen vind je ook hierboven terug. Maar als je op dit tabbladje drukt, dan vind je deze ook hier terug. Dus je kan ze hier instellen. In de viewport of bij onder dit tabbladje kan je ze ook hier instellen. Zo, druk je met twee pijlen. Hoho. En de eerste is een fototoestelletje van de render-properties. En het eerste wat je hier tegenkomt, is dat je kan kiezen voor Eevee en Cycle. En Eevee heeft natuurlijk andere re, uh, settings dan de render engine cycles. En hier kan je ook kiezen voor GPU of CPU. Weet je nog? In film 6 over hardware voor Blender hebben we het daar uitgebreider over gehad. Maar hieronder vind je dus alle eigenschappen, alle instellingen waar jij een beetje over na moet denken. Of een beetje best wel over na moet denken voordat jij hier bij een render op render image of render animation drukt. Want renderen is het proces waarbij jij Blender aan het werk zet en jouw scène wordt omgezet daadwerkelijk een plaatje of een hele video. Nou, um, over al die instellingen nogmaals, dat komt pas terug in de video over het renderen van jouw tekening. En sowieso ga ik in deze video gewoon even deze tabbladen bij langs in plaats van al die settingen want dat zijn er nog heel erg veel. En eerlijk gezegd, ik weet ook heus niet wat ze allemaal doen, maar de belangrijkste weet ik wel in die komen. In de komende video's allemaal wel een keertje langs. De volgende is uh, output properties. Hier kan je de resolutie van je film instellen in pixels. En de aspect ratio, dus de hoogte en de breedte, heeft mee te maken. Hier frame rate, dus 50 frames per seconde of 25 of uh, wat je eigenlijk ook maar wil. Frame range is de, uh, het gebied zeg maar, van de tijdlijn wat je moet renderen. Want in principe kan het oneindig doorgaan. Dus je moet wel. Uh, aangeven van 0 tot uh, 7000 nog wat frames of 2000 frames, of wat dan ook. Output spreekt ook voor zich van waar moet jouw filmpje terechtkomen en in welk formaat? Is dat een PNG, een plaatje? Of is dat gelijk een video? En nou, dat komt allemaal nog bij uh, de uh, renderen in de, bij de video daar. Maar vaak gebruik je een, een uh, image sequence. Dat, dat woord was ik naar nou op zoek. Dus je rendert allemaal plaatjes en die zet je achter elkaar en dan wordt het een video. Dit kan je allemaal doen regelen hier bij de output properties. Dan heb je hier view layers. Ik heb het al met mijn muis eroverheen. Voorzitter, ik. Ja, view layer properties. Kijk, normaal gesproken doet hij data include combined. Dus oftewel hij rendert het zoals je het zeg maar, hier ook in de viewport ziet. Maar je kan ook bijvoorbeeld alleen de mist doen. Of alleen UV. Of alleen uh, direct licht. Of alleen uh, glimmend licht, glossy. Dus op die manier kun je zo'n render een beetje uit elkaar trekken. En dan weer gebruiken in een compositor. En samenvoegen en daar vette dingen mee doen. Misschien snap je er hier geen drol van. Ik kom er ook eigenlijk nooit, maar het komt erop neer dat in plaats van het geheel te renderen je ook bepaalde onderdelen los kan renderen en later weer kan samenvoegen. Dan heb je hier uh, scene properties en dan heb je, kun je denken aan units. Bijvoorbeeld unit system metric. Je kan hem ook op imperial zetten en dan krijg je dat Amerikaanse gedoe met inch en feet en weet ik wat. Ik snap er nooit van. Zet hem net op metric. Dan hebben we het dus over centimeter, meters, millimeters en over massa en kilogrammen. Time, tijd in seconden en temperature heeft met Kelvin te maken en met, uh, met vlammen en zo. Dat is bij de straaljager. Dan kan je hier de zwaartekracht aan en uitzetten. En nou ja, dat kan je gelijk doen. Maar als ik hier gewoon een object in gooi, dan blijft hij gewoon in de lucht zitten zoals het is. Maar aan het object. Kan ik bijvoorbeeld ook een widget body systeem voegen en dan gaat uh, Blender rekening houden met de zwaartekracht. En dan valt de ding dus naar beneden. En die zwaartekracht kan je hier instellen. In standaard staat hij op 9,8 meter per seconde kwadraat en dat is precies de zwaartekracht die wij hier op aarde ook hebben. Maar je kan hier ook de zwaartekracht instellen voor x en y, dat het de zwaartekracht naar links of rechts gaat of uh, weet ik wat. Hier kan je het instellen of zelfs gewoon heel makkelijk aan en uitzetten. Hier vinden we instellingen voor de wereld. Hierboven is het een beetje licht en hieronder is het een beetje donker. En die instelling kan je dus allemaal hier instellen. En hier bij uh, materialen even een ander workspace pak ik er even bij. Dan pak ik eventjes die, de Shader Editor. En zet ik hem hier even op Wereld. Misschien denk je nu, huh? ik snap er niks van. Ik heb nu gewoon even een ander schermpje geopend. En om je te even te laten zien. Nou, dit is die wereld hè. Oh, misschien doe ik dan eventjes gewoon hier de 3D viewport. Pak ik hier even Material Preview. Nou, nah, ik pak hem even op Rendered. Dit is de Rendered View. Oké, okay. ik heb die wereld en daarboven was het een beetje licht en onder een beetje donker. En dat zie je hier terug. Dat kun je dus hier instellen. Maar dat kun je ook hier instellen. Nou, uh, eigenlijk zeg maar deze. Uh, deze moet ik hebben. Deze blokjes zijn eigenlijk hetzelfde als die. Maar soms zijn blokjes makkelijk aan elkaar te knopen. Dan al deze sliders. Nou, dat komt later allemaal wel. Maar in uh, dit tabblad hier bij de wereld kun je dus instellen uh, hoe de wereld eruit moet komen te zien. Oh, dan van Bart, Favo, gauw weer terug. Dan hebben we hier ja, de object. Data properties, nee, de object properties. En hier vind je een aantal getallen. Ik heb bijvoorbeeld deze ufo nu eh, geselecteerd. En hier vind je dan de locatie, rotatie en de schaal van deze ufo. En dat is eigenlijk hetzelfde als wat je hier ook tegenkomt bij het N-menu. Dus deze getallen zijn hetzelfde als deze getallen. Ik heb de ufo geselecteerd. En hier bij het N-menu vind je dezelfde transform data als dat je hier onder dit tabblad in de properties ook tegenkomt. En hieronder nog veel meer uh, eigenlijk info over uh, het object wat je in Blender hebt geselecteerd. En het kan bijvoorbeeld ook een uh, lamp zijn uh, iets anders. En dan krijg je een beetje weer andere data. Maar dat vind je daar terug. Dan hebben we hier uh, Force Field. Uh, nee, ja, nee, hoe heet het nou precies? Nee, deze. Daar was ik. De <laughs> Modifier Properties. Kijk, dat is echt ook wel heel interessant. Ik doe even een uh, ik doe even een kubus erin. Gewoon een doodnormale uh, kubus. En ik ga even naar solid, kan je het goed zien. En dit is namelijk een Modifier, en ik kan daar bijvoorbeeld een Subdivision Service op gooien in en dan lijkt het opeens, huh, de kubus is weg. Maar als ik naar tab ga, dan zie je dus wat hij eigenlijk doet. Hij uh, heeft die acht hoekpunten van de kubus en dan maakt hij een wat ronder object van. En als ik uh, wat meer, hoe vaker ik deze getallen zet, hoe ronder die wordt. En dit is een effect wat je al uh, makkelijk aan en uh, uit kan zetten. En dus ook weer kan weghalen. En je kan hier nog meer effecten aan toevoegen. En die effecten samen uh, doen van alles met jouw object. Zonder dat dat object... Uh, Kapot gaat, zeg maar. Kijk, deze vorm van die ufo uh, is gewoon wat het is. Die kan ik niet meer opeens terughalen naar de cilinder waar die ooit is uit, uit is gemaakt. Maar met modifiers kunnen ze effecten die je op je objecten kan gooien. En die dus op die manier zo uh, dingen doen die je wil dat ze doen. Dan heb je nog deze. Dat is bijvoorbeeld. Uh, ik ga even naar Rennen. Dat vind ik gewoon mooi. Hè? Maar dit is de. Particle properties. En een particle zijn deeltjes. Dus denk aan haren. Denk aan explosies. Denk aan het maken van een uh, grasmat. Of heel veel deeltjes. Die kun je niet één voor één allemaal in blender gaan lopen. Animeren. Maar deeltjesystemen van uh, 100, 1000 tot een miljoen, tot meer dan een miljoen deeltjes in één kan laten ontploffen. Dat kan je allemaal regelen onder dit tabblad. Particle properties. En dan heb je hier physics? Denk aan force fields, zoals wind, waarmee ik de vlaggetjes van de Sint-Klaasboot heb laten wapperen. Uh, botsingen, collision. Cloth is het uh, heel erg realistisch laten wapperen van stof. neem ik paint, denk aan bijvoorbeeld het donker worden van regeldruppels op de grond. Soft body betekent botsingen van objecten, waarbij de objecten zelf ook een klein beetje indeuken, zo bojojojojong zeg maar. Denk aan bad-eentjes tegen elkaar aan botsen of wat dan niet meer. Dan heb je ook nog fluid, het realistisch. Uh, Berekenen van hoe water beweegt. Dan heb je Rigid Body, dat botsen de uh, objecten ook tegen elkaar, maar de objecten zelf blijven stevig staan. En Rigid Body Constraints heeft daar ook weer mee te maken. En over Constraints gesproken, dat is het volgende. En hier heb je een heel lijstje van verschillende Constraints. Een Constraint betekent eigenlijk: uh, je zegt tegen een object: Dit mag wel of dit mag niet, en ik wil dat jij uh, dat andere object volgt, uh, en daar weer een beetje langzaam achteraan. Dus allerlei. Um, constraints eigenlijk beperkingen van objecten instellen, zoals uh, kopieer de rotatie van een ander object, of uh, limit location. Die mag maar alleen maar op uh, die en die locatie bevinden. En die kan je er gewoon aan toevoegen. En natuurlijk ook gauw weer weghalen. Dan heb je hier de object data properties. En dat is net even wat anders dan de object properties. De object properties zijn eigenlijk de objecten die gewoon in jouw scène zitten. Maar aan al die objecten zitten ook data vast. Kijk, ik heb hier bijvoorbeeld deze camera. En hier vind je dan de, de, de camera. Dat is een niet goed voorbeeld. Beter kan ik bijvoorbeeld deze lamp doen. En die heb je hier weer. Kijk, ik selecteer deze lamp. Maar hier vind je allerlei data van andere lampen. Nou, meer over data in de volgende video. Want daar ga ik het hebben over een kijkje nemen onder de motorkap van Blender. En dan ga ik het verschil uitleggen tussen die object properties en object data properties. Maar die kan je hier dus terugvinden. En dan als laatste textures. Met name als je objecten gaat maken... Met hele fancy uh, materialen. Dan kun je daar dus plaatjes voor gebruiken. En die plaatjes noemen we textures. En die kan je hier dus ook bewerken. En het zijn plaatjes die je gewoon kan importeren. Zoals image of movie. Maar je kan ook Blender zelf plaatjes laten maken. Zoals bijvoorbeeld uh, een cloud. En die zijn eigenlijk gewoon witte en zwarte en grijze vlekken. En daar kun je hele vette dingen mee doen. door bijvoorbeeld materialen een mooie textuur mee te geven. En wat al niet meer. Zo, er was echt een sneltreinvaart alle tabbladen. Maar wat ik nog even wil melden is dat het dus kan veranderen al een gelang wat je selecteert in jouw viewport. Ik heb hier een lamp geselecteerd bij de cockpit van de straaljager. En dan vind je hier dus ook die lamp terug met eigenschappen van die lamp. Ik heb hier uh, onder een camera geselecteerd. Oh, dan ook even. Uh, ...individual orient en dan scale. Kijk, ik heb hier die camera. En als ik die camera actief heb, dan zie ik dus ook hier een uh, camera-tapje... ...met hier de instellingen van die camera. En hier de straaljager weer geselecteerd. En hier dus de eigenschappen van die data properties van die straaljager... Hoi, nou dat uh, waren er een heleboel. Zoals gezegd, ze komen allemaal wel een keertje voorbij in de komende video's. Al op naar de volgende video, en daar ga ik het hebben over de data van Blender. En kijk je onder de motorkap. Want ja, ik kan wel een object zien met een kleurtje, maar daarmee is nog niet alles gezegd. Ik zie je daar, maak iets.